Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 juni 2040 met vandaag. Wereldwijde vraag naar verpakkingen neemt verder af. En geprinte maaltijden steeds lekkerder. Zelfvoorzienende huishoudens. In 2014 nog science fiction, in 2040 werkelijkheid. Aan de basis ervan staat één apparaat: de 3D-printer. 3D-printtechnologie ontwikkelt zich snel en krijgt in 2016 zijn doorbraak bij het grote publiek. Voor steeds meer producten is een gang naar de winkel overbodig. Na de eerste eenvoudige kunststofvoorwerpen kan al snel complexe elektronica geprint worden, zoals 3D-printers zelf. Rond 2020 vindt de introductie plaats van Feedstockers, slimme apparatuur die van afval nieuwe grondstoffen voor voedselprinters maakt. Met de generatie bioprinters van 2030 is het mogelijk om uit willekeurig welk organisch materiaal smaakvol en gezond voedsel te produceren. Niet geopolitiek, maar de digitale revolutie blijkt dus de meest bepalende factor voor de transformatie van de wereldeconomie. In plaats van grondstoffenschaarste is er sprake van bijna volledige recycling van grondstoffen. Productie, gebruik en afvalverwerking vinden grotendeels binnen één huishouden plaats. Consumenten zijn veranderd in prosumenten, die zelf produceren en hun eigen leven vormgeven. De massaproductie van de 20ste eeuw heeft zo plaatsgemaakt voor zelfcreatie. Verpakkingen worden in 2040 vooral gebruikt voor het vervoer van grondstoffen en nauwelijks meer voor losse consumentenverpakkingen. Het vraagstuk van duurzaam verpakken is daarmee per definitie verleden tijd geworden. De verpakkingsmaterialen die nog worden gebruikt, zijn vooral bestemd ter bescherming van grondstoffen voor de 3D printer of van producten die niet uit de printer komen. Ze zijn vervaardigd uit herbruikbare smart materials, die dankzij nanotechnologie naar wens van eigenschap kunnen veranderen. Techniek centraal: revolutionaire ontwikkeling 3D printtechnologie. Productie vindt grotendeels binnen één huishouden plaats. Producten worden thuis gerecycled en hergebruikt. Verpakkingen alleen nog nodig voor grondstoffen voor 3D-printers.